De bouw van Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth aan de Leuvenaarstraat in Breda heeft maandag zijn hoogste punt bereikt. Vanwege het bereiken van dat hoogste punt werd de vlag in top gehesen. Vorig jaar juni is begonnen met de nieuwbouw van Elisabeth. Juni volgend jaar is fase 1 klaar en wordt gestart met fase 2. In het gehele nieuwbouwcomplex komen 220 zorgappartementen en 141 huurwoningen.